Deze beschouwing, die is ter ere van de kerst, de kerstviering. Het is 25 december, dus 11 uur 's morgens. Ik heb vandaag lekker vrij. Ik heb gisteren gewerkt en eergisteren gewerkt. En vrijdag, 27 december, dan is de kerst voorbij. En dan mag ik ook weer werken. Vind ik wel leuk. Ja, een mens moet toch werken. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar ik ben dus aangenomen in juli, per 1 juli, bij de gehandicaptenzorg hier in de regio. Nou, in de regio, dat is een Nederlandse organisatie. Maar ik werk dan hier in de regio. En dan ben ik aangenomen als ondersteuner. En dat betekent dat je, ja, wat heb ik gisteren gedaan bijvoorbeeld? Gisteren heb ik gangen gemopt en keukens gemopt en toiletten schoongemaakt en wasbakken gereinigd. Dat is ongeveer 80% van mijn werk, is dat. En soms op de woonlocaties moet ik ook wasmachines draaiend houden en was opvouwen. Dat is ook wel leuk werk. Dus je hoeft je niet enorm te haasten. Het is niet stressvol. Dus als je geen... Het is wel eens dat ik iets niet afkrijg en dan zeg ik dat. En gisteren, toen was ik met alles klaar. En toen ben ik naar een van de begeleiders toegestapt. En gezegd van, nou ja, ik heb alles af. En heb je nog wat anders? En die persoon die keek op de klok en die zei van, nou... Ga jij maar lekker naar huis. Dacht, mooi zo. Kon ik 10 minuten eerder weg. Ja, het is ook niet dat ik half uur eerder weg mag. Maar toch, 10 minuten. En je mag koffie pakken. Dus, of je krijgt koffie. Dus, je mag koffie pakken zoveel je wil. En er zijn ook locaties waarbij ze zeggen van, nou, als je honger hebt, mag je ook een boterham pakken. Maar officieel mag dat niet. Mag dat nergens eigenlijk. Je mag alleen maar daar eten op het werk als je zelf ook qua functie met de mensen mee eet. Dan mag je eten. Maar als je daar niet komt om mensen te helpen met het eten, dan mag je daar niet eten. Maar die regel, daar houdt bijna niemand zich aan. Of bijna, ja, bijna niemand. Dus dan die begeleiders die dan diensten draaien, terwijl ze helemaal niet aan het eten zijn met bewoners. Ja, die pakken ook een boterham, hoor. Als ze honger hebben. Ah, je mag het niet hardop zeggen. Bij deze dus. En ik moet zeggen, die mensen die dan niet zo moeilijk doen over al die regels, dat zijn toch wel de meest positieve begeleiders waar de onderneming het meeste aan heeft. Want al die regelvolgers en al die toestanden, ja, van die lui word je niet blij. Je kan beter maar mensen hebben die wat makkelijker zijn. En dan eten die maar een boterhammetje geheel onterecht op kosten van de zaak. Er is ook zo'n vrouw daar en die neemt dan bijvoorbeeld op de vrije dag, dan komt ze nog even langs op de woonlocatie en dan haalt ze een of ander geval, of ja, geval, ze mag ik niet noemen, een of andere bewoner, maar het is wel een bijzonder geval, hoor. Dan moet echt s'nachts, als die op de kamer is, moeten de deuren op slot en zo, want anders gaat ze spoken. Het is een portret, jongen. Er hangt zelfs een alarmsdingensysteem op die groep, speciaal voor die persoon. En die persoon, die komt ze dan even ophalen. Die neemt ze dan een middagje mee naar haar eigen woning. Kijk. Hè? Nou, en dat is nou typisch zo iemand die rustig een boterhammetje smeert als ze honger heeft, hoor. Ik vind dat dat mag. En anyway, het zou over kerst gaan. En het is ook echt lekker kerst. In die zin, niemand is aan het werk. En ik vier geen kerst. Ik heb wel kerstversiering in mijn box. En dat heb ik toen aangeschaft voor mijn dochter.
Want die wilde zo graag een kerstboom. En nou ja, dan moet je toch wat in die kerstboom hebben. Hè? Dus toen heb ik die kerstboom geregeld, betaald. We zijn naar de HEMA geweest en hebben al die kerstspullen gekocht. Dat heb ik ook allemaal betaald. En we hebben die kerstboom opgetuigd. Was best een leuk boompje. Nog een foto van gemaakt. En mijn familie uitgenodigd. Want mijn dochter die is jarig, hè, op 21 december. Dus dan stond ik een kerstboom op haar verjaardag. Ah, dat vond ik wel leuk. Zo met de kinderen, weet je, voor kinderen met een kerstboom en van die balletjes. Ja, de buren hebben het ook hoor. Dus, maar voor de rest. Ja. Kijk, om bij het begin te beginnen. In de Bijbel staat dat bij de geboorte van onze Heer, Jezus Christus, toen sliepen de herders met de kudde op het veld, buiten in het veld. Nou, dat doe je als het lekker weer is, denk je niet? Waarom zou je anders buiten gaan slapen? En in die regio waar onze Heer geboren is, dat noemen we nu Israël, daar is het in de winter geen lekker weer. Dat kan je lekker vergeten. Het is niet zo koud als hier, maar het is daar niet zo lekker weer. Dus waarom zou je buiten gaan slapen in de winter? Nou, het begin van de winter dan officieel. Hè? Nou, de winter was net begonnen. 25 december is het net 4 dagen winter. Hè? De meteorologische winter heet dat. Dan heb je net de kortste dag gehad en dan worden de dagen langzaamaan langer. Maar dan komt de winter. Nee, er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat je op basis van die tekst van en de herders die sliepen buiten in het veld. Dat je dan gaat zeggen, oh ja, dan weet ik het al. Ja, dat was dus 25 december. Dat klopt niet. Daar ben je niet aan het nadenken. Als je die zin erbij neemt en de herders sliepen buiten bij nacht in het veld. Ja, dan moet je gaan denken aan aangenaam weer. En dus denk je aan, ja. En je denkt eigenlijk aan de nazomer. Dat is zo ongeveer de consensus onder de bijbelgelovende christenen. Dat de nazomer was, ja. En voor de rest, het vieren van verjaardagen, dat komt in de Bijbel 2 keer voor. Moet je nagaan, een boek van meer dan 1100 pagina's. 2 keer wordt er ergens melding gemaakt van het vieren van een geboortedag. 2 keer. En in beide gevallen gaat het om heidenen. Heidenen vieren geboortedagen. Want waarom zou je de geboortedag vieren? Waarom? We slaan het op. Christus heeft ergens melding gemaakt van, dat is bij het laatste avondmaal, waarin hij zegt, gedenk dit moment. Nou, hij heeft niet gezegd, goed opletten, mensje. Kijk, ik heb dus hier brood en ik heb wijn. En wat ik doe, dat moet dan iemand anders gaan doen. En die speelt dan voor Jezus. En die gaat dan dus voor in de klas staan. En dan gaat iedereen langskomen. En die doet zijn mond open. En dan gaat die persoon die dan het brood heeft. En die doet dan een beetje brood in de mond van de persoon. En dan neemt iedereen ook een slokje wijn. En kijk, dit moet je goed opletten allemaal. Nee, natuurlijk niet. Dat stond er helemaal niet. En Jezus heeft ook niet gezegd, speel dit moment na in een ritueel. Nee, hij heeft gezegd, gedenk dit moment. Dat is iets anders. Dat betekent zelfs niet vergeten. Dit niet vergeten. Ja, ik spreek er geen Frans of zo. Gedenk dit moment. Dus dat moeten we gedenken. Het moment van het laatste avondmaal. Ja, en ik denk dat. En ik denk dat ik weet waar die gozert, hè, onze Heer. Je mag je best gozert noemen hoor.
Maar waar die gozer het over had. Die mens die God was. Dat brood, dat was zijn lichaam. Hè? Want hij stond aan de vooravond van de gebeurtenis waar het om ging. De gebeurtenis die vervat is in het eerste woord van de Bijbel. Namelijk Bereshit. Hè? Zoon, God, destructie, hand, kruis. Ja, Bereshit. Hoi Perry, Bereshit betekent in de beginnen. Ja, maar de betekenis van de afzonderlijke letters achter elkaar. Een tav, dat is de laatste letter, hè? De tav. Dat staat voor de overeenkomst. En een overeenkomst werd symbolisch weergegeven dat dan de ene partij een streep trok in het zand of op papier. En de andere partij die trok er een streep doorheen. Dat is een kruis dus. Zo krijg je het kruis en er zit een jot in en dat is een hand. En er zit een shin in en dat is de destructie. En er zit een alef in en dat is de almachtige. En er zit een bet in, daar begint het mee. En die jongen, beren. Maar Resh, wat is het ook weer? Zoon, God. Destructie. Schiet me nou even niet te binnen. Ik heb het hier in een boekje staan. Maar dus, ja, ik heb een andere uitzending, heb ik al helemaal aangeweid. En als je er lekker veel van wil weten van dat, hè, van het Hebreeuws, want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet alleen over Bereshit. Het gaat ook veel verder. De magie van de Bijbel. Hè? Met het originele Hebreeuws erbij. Jongen, je valt van de ene verbazing in de andere. Nou, en dat verhaal over het Hebreeuws van de Bijbel wordt heel erg goed uitgelegd door John Kostick. En er zat een link naar John Kostick onder deze uitzending. Dus even lekker. Het is, als je dit nog hoort op vandaag, de bedoeling is wel dat dit vandaag nog gepubliceerd wordt. Het is nou 11 uur, 10:50. Maar als ik klaar ben, ga ik gelijk mijn werkpaardcomputer aan de slag zetten. Ik heb een aparte computer en die doet de rendering. Die gaat dan even maar over uurtjes draaien vandaag. Per slotverrekening is het mijn vrije dag. Maar als je dit vandaag nog hoort, dan heb je misschien heb je toch vrij. Of ja, het komend weekend heb je ook nog. Ga lekker naar John Kostick luisteren. Leer je nog eens wat. Op je oude dag. Of op je jonge dag, nog beter. Leren is dat waar het om gaat in het leven. Ik heb eens heel lang geleden heb ik een gedichtje geschreven. En dat heb ik toen ter plekke verzonnen. Zeg, best gek verhaal. Ik stond op de computerkamerafdeling van de Landbouwhogeschool. En ik moest een teletyper, dat is een terminal, maar die heeft geen beeldscherm. Maar die doet alles onmiddellijk op papier doen. Een telewriter heet dat ding. Ja, net als met een rekenmachine heb je ook zo'n functie. Hè? Dat je hebt ook rekenmachines en alles wat je op die rekenmachine aanslaat, komt gelijk op het rolletje. Nou, zo'n ding was het. Maar dan is bedoeld om direct in contact met de computer. Met de grote jongen van de landbouwschool, een deck 10. En toen dacht ik, wat zal ik nou eens typen? En toen heb ik getypt, life is determining differences. Dus leven is het bepalen. Leven is bepalen van verschillen. Leven is onderscheid maken. Leven is ja of nee. Ik heb ook een godschuwelijke hekel aan mensen die zeggen, ja, nou, het is niet echt een ja of nee bij mij. Ik heb een genuanceerde mening. Nou, ik niet.
Ik breng mijn mening genuanceerd. In sommige gevallen dan. Daar ga ik alweer aan. Maar bijvoorbeeld abortus. Als jij mij vraagt abortus ja of nee, dan zeg ik nee. En niet 50 tinten grijs. Maar ja, nou kijk, ik zie het niet zo zwart-wit als jij, Perry. Jij ziet alles zo zwart-wit, zeggen mensen dan. Hè? Jij ziet alles zo zwart-wit, van je bent of voor of je bent tegen. En ik vraag me af waar je dat op baseert. Nou, dat baseer ik op het feit dat het leven is dat je onderscheid maakt. Dit wel, dat niet. Klaar. Kijk, als jij je woning opruimt, dan bepaal je dit wel en dat niet. En alles wat het predicaat niet krijgt, dat gaat richting de vuilnisbak. Ofwel direct, of er is nog een soort vage vuur om maar een leuke katholieke ding erbij te pakken. En dat is een goede truc voor jou, by the way. Als jij je woning op gaat ruimen en je hebt spullen waarvan je denkt van ja, zal ik het weggooien? Ja, ik weet, ja, dat je 50 tinten grijs mening hebt. Zorg je voor een mooie, grote, stevige doos. Daar doe je het in. Daar doe je nog meer dingen in waarvan je denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hè, joh? Je gaat allemaal in een mooie grote stevige doos. En die mooie grote stevige doos, die doe je ergens achter in je schuurtje of in je box of in je rommelkamer. Of waar, dat maakt niet uit. En heel belangrijk, schrijf er even een datum op. Nou, en je bent dan juist aan het opruimen. Hè? Dan heb je nog meer dingen waar je denkt, oh ja, dit was kapot en dat wou ik ooit gaan repareren. Maar ik heb toch geen zin meer in. Huppakee, dus dat gaat weg. Weg, 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 weg. Nou, dan moeten al die vuilniszakken moeten naar de vuilcontainer en al die toestanden. Je kent het wel. En dan is die rotzooi uit je woning en dan kan je je woning gaan schoonmaken. Ja, dan ga je je woning lekker schoonmaken en dan is je woning heerlijk schoongemaakt. Al jouw rotzooi was al weg, dus je hebt heel veel ruimte gekregen. En dan denk je, kom, wat zal ik nou eens gaan doen? En dan ga je weer lekker dingen doen. Een tekening maken of gaat boetseren of een brief schrijven aan je moeder. En dan na maanden, dan kom je die oude doos nog een keer tegen. En denk je, hé, daar zat die doos. Oh ja, zwaar ook. Oh, is dat alweer zo lang geleden? Nou zeg. En dan weer een paar maanden later, dan kom je weer die oude doos tegen. En weer een paar maanden later kom je weer die oude doos tegen. En iedere keer denk je, jeetje. Wat is het al een tijd geleden? En dan zeg ik je, als je een jaar lang niet in die doos hebt gekeken, maar alleen maar dacht, oh ja, die doos die staat er ook nog. En dan kom je tot de ontdekking van, goh, ik heb al een jaar lang mij niet afgevraagd wat er in die doos zat. Dan zou ik zeggen, die doos ongeopend, niet openmaken, maar gewoon linea recta naar de vuilnisbelt. Dus ik wil maar zeggen, je moet onderscheid maken tussen ja en nee. Je moet helder zijn in je leven en niet 50 tinten grijs. En als je mij vraagt, kerstmis, ja of nee, dan zeg ik nee. Ik vind het leuk dat ik een vrije dag krijg. Dat vind ik prima. Ik ben niet zo principieel dat ik zeg van ja, ik moet per se. Als iedereen vrij heeft met kerst, dan moet ik werken. Maar ik wilde het wel. Ik heb het wel. Ik heb zo'n agenda-applicatie en dan kan ik het aangeven bij mijn werkgever wanneer ik bereid ben om te werken. Ja, ik heb expliciet gezegd dat ik vandaag en morgen wilde werken. Ja, ze hadden niks. Dus ze doen het niet. Dus mijn functie van ondersteuner. Die wordt niet ingezet op feestdagen. Ook niet in het weekend. Dus ja. Vind ik best wel jammer. Want ja, je krijgt toch je onregelmatigheidstoeslag. En ja, ons benzunig. Snap je? Nou ja. Ach, we komen daar wel uit. Maar kerstmis, ik zeg nee. Met onzin.
En wat is het wel, dat kerstmis? Nou, wat daar gevierd wordt, dat is de winterzonnestilstand. Meer niet. En het vieren van de winterzonnestilstand is al zo oud als de weg naar Rome. Nee, het is ouder dan de weg naar Rome. Het gaat terug naar de tijden van Mithras. Heel oud geloof. En het is zo simpel als wat. Kijk, je hebt het geloof met een hoofdletter G. Hè? Het geloof van de Bijbel. Dat is het enige geloof dat ik ken met een kop en een staart. Met een ontstaansgeschiedenis. Met geschiedenis van de mens. Wat hebben we nou, wat er allemaal gebeurd? Met het bespreken van het verschil tussen mannen en vrouwen en hoe die twee persoonlijkheden van nature, ja, ze horen bij elkaar, omdat alleen door die combinatie krijg je kinderen. En die twee bij elkaar, ja, dat geeft ook heel veel frictie. En waar komt die frictie vandaan? Dat komt ook ergens vandaan. En beide partijen moeten er rekening mee houden. En als beide partijen een, zeg maar, in de basis goede afspraken maken, dan, ja. Maar dan is het wel dat beide partijen een, hoe moet je zeggen, dat ze allebei een eigen rol hebben. De vrouw is wel de baas, maar niet de baas over alles. Als het gaat over religieuze aangelegenheden, aangelegenheden aangaande dat, aangaande God en wat God wil, dan is het niet verstandig dat de vrouw even gaat bepalen wat zij denkt dat God wil. En dat ze netjes luistert naar haar man. En als haar man zegt, nou lieve kind, God wil dat en dat, dat zij dan zegt, oké, als jij het zegt, geloof ik het. En niet dat madame zelf gaat bepalen wat God nu wel of niet wil, want dat loopt fout af. Of beter gezegd, vrouwen weten, vrouwen vallen eerder voor de duivel. Ik ben trouwens bezig met een voorbereiding in mijn hoofd. Dan nog, niet op papier of zo, dat is niet nodig. En dan ga ik het hebben over de metafysica van God en de metafysica van de duivel. En de metafysica van het woord van God. Maar goed, de Bijbel zie ik als de complete, de Bijbel zie ik als het woord van het complete geloof. En er zijn wel andere geloofsuitspraken. Er zijn dingen in de Veda's van de Upanishad die, ja, die stemmen regelrecht overeen met elementen van de Bijbel. Nou, en aangezien de Bijbel het woord van God is, zijn die andere dingen dus ook het woord van God. Want de intentie is hetzelfde. De intentie met een S. De inwendigheid van de woorden is hetzelfde. Het punt is dat de Upanishads, de Veda's, die geven niet het complete verhaal. Dat doet de Bijbel wel. En dat is belangrijk. Nou, en in de Bijbel staat dat God staat buiten tijd en God staat buiten ruimte. Dus in de Bijbel staat dat God er was voordat wij er waren en God zal er zijn als wij er niet meer zijn. God is de Alpha en de Omega. En die twee letters, dus is het eerste letter, de eerste letter van het alfabet. Daarmee het ook Alpha. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Dat zijn de eerste vijf letters van het Griekse alfabet. En de laatste letter van het Griekse alfabet is de Omega. Dus God is in tijd. Is die er, was die er al? Is die er, voor God is er eigenlijk geen verleden en heden en toekomst. God is in de tijd overal. Dat staat in de Bijbel. En God is in de ruimte gesproken, ook overal. En dus God is van alle tijd en overal. Duizelingwekkend begrip, hè?
En als de mensen zeggen, ja, ik kan me niet voorstellen hoor, die god, want ja, dan moet ik eens denken buiten ruimte en tijd. Ja, precies, dan krijg je het heel moeilijk. Dat is ook wat Immanuel Kant je duidelijk maakt, dat als jij wil begrijpen hoe het zit buiten ruimte en tijd, als jij, want dat zegt Immanuel Kant, dat het onderscheid dat wij maken tussen ruimte en tijd, dat onderscheid, dat zit in ons onderscheid maken. En als wij voorbij ruimte en tijd willen gaan, dan moeten we dat onderscheid opheffen. Dat is echt heel moeilijk. Eigenlijk kan je zeggen dat is onmogelijk. Maar dat is het daarmee niet. Anyway, de kennis van God. Als je God zou willen kennen, dan zou je dus naar zijn plek moeten. En zijn plek is dus in alle tijden en overal. Daar is hij. En daar moet je zijn. En dan kan je bepalen of God bestaat, ja of nee. Dus als je buiten ruimte en tijd gaat, is er dan nog iets? En zo nee, ja, dan kan je zeggen God bestaat niet. En zo ja, dan kan je zeggen, oh, nou ja, dus ik kan je vertellen, want ik ben van mening dat ik ooit daartegen aanliep en dat ik buiten ruimte en tijd aan het waarnemen was. En ik kan je vertellen, daar was niet niets, nee, daar was alles in één keer. En dat alles in één keer, dat behelste dus alles wat er materieel was. En alles wat er materieel ooit was. En alles wat er materieel zal zijn. Het was alles in één keer. En ik ben nog nooit van mijn leven zo nietig geweest. Zo klein. Zo ongelooflijk onbeduidend. En ja, nederigheid, dat siert de mens, maar dat was nederigheid voorbij. Ik was zo onbeduidend. Zo klein. Ik was erg blij toen ik weer met mijn aanwezigheid weer was waar ik mijn lichaam op dat moment was. Namelijk op de bank in mijn flat. En een schetsboek voor mijn neus. Anyway, het geloof, dat gaat over iets en dat is buiten ruimte en tijd. Dat is dus niet iets materieels. Dat is het geloof. En van dat wat niet materieel is, wat je niet kan meten, wat je niet kan tellen, daar kan je ook geen kennis van hebben. Ja, en daar zit nou net de frictie, want het feit dat je zegt dat je er geen kennis van kan hebben, dat geeft weer aan dat je er toch iets van weet. Namelijk dat je er niets van kan weten. Dat weet je er dan wel van. Dus wij weten er wel wat van. Wij weten bijvoorbeeld dat wij ons moreel dienen te gedragen. Dat weten wij. En dat weten wij doordat wij kennis hebben gekregen van die werkelijkheid die de werkelijkheid is. De werkelijkheid die wij zien, die moeten wij noemen met correct taalgebruik de objectieve werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid,
Dat is de werkelijkheid die je kan meten, die je kan tellen. En waar kan je aantekeningen van maken? En los van de objectieve werkelijkheid heb je nog de werkelijkheid op zichzelf, die je niet kan meten en niet kan tellen. En die werkelijkheid, dat is God. Dat is een eenheid van koning en koninkrijk. Wij zien een koning altijd los van het koninkrijk. Omdat wij onderscheid maken door ons waarnemend vermogen. Het leven is bepalen van verschillen. Dus wij zien een koninkrijk als iets anders dan een koning. Maar dat is niet in aldaar. Daar is de koning het koninkrijk. Dus alles is allemaal, alles is heel bijzonder. En dat eist van ons dat wij ons moreel gedragen. En dat is samen te vatten in 10 wetten. Niet meer, geen 11, geen 17. En zeer zeker niet die 13,5 meter wetten en regels die hier in Nederland gelden. Als je hier in Nederland wordt aangeklaagd, dan iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Ja, maar als je wordt aangeklaagd en je moet voor de rechter komen, dan dien je iemand mee te nemen die jij vet moet gaan betalen en die zijn hele leven heeft bestudeerd aan het ontrafelen van de wet. Dus hoezo iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen? Als je rechten gaat studeren, dan ben je, ja, het is niet zo'n hele moeilijke studie, maar dan ben je 4 jaar klaar. Maar dan nog 4 jaar studeren. En dan ben je nog maar net een jong advocaatje. En dan ben je nog niet op het niveau van een Moscovici. Dat je echt de harde drugscriminelen kan verdedigen. Met een hoop media-aandacht. Nee, de wet van God, die heeft hij via Mozes aan ons doorgegeven. Dat zijn maar 10 regels. Net zoveel als dat je vingers hebt aan je handen. 10 regels. En meer heb je er niet nodig. Er staat er ook geen één te weinig in. Ja, de katholieken die zeggen dat er 1 te veel in staat. Namelijk, je moet niet knielen voor een beeld. Want die katholieken dachten van, hé, wat vervelend nou. Dat doen we juist zo graag. Ja, dat is ook de reden waarom dat er dus in staat. Dat Mozes dus zei van, dat is allemaal best en aardig, maar de katholieken doen niet mee. Want die knielen voor een beeld. Ja, maar in de tijden van Mozes had je geen katholieken. Wel! Nee, de katholicisme is pas sinds het jaar 300. Nee! Het is al zo oud. Het katholicisme is ouder dan de Bijbel. Nou, nou nee, dat kan je niet zeggen. Nee, dat zeg ik fout. Maar het is ouder dan het katholicisme als idee. Dat is ouder dan de kerk van Rome. Dat is alleen maar die locatie. Katholicisme betekent universalisme. Globalisme. Algemeen. Het algemene geloof. Ja, en het algemene geloof, dat maakt beelden en daar moet iedereen voor knielen. En daarom heeft Mozes zo. God heeft het de pest aan. Geloof me nou maar. En ik snap dat verhipte goed, om het maar netjes op het Nederlands te zeggen. Ik snap dat verhipte goed. Dat de werkelijkheid, dus je hebt dus de objectieve werkelijkheid, dat is wat iedereen voor het gemak maar de werkelijkheid noemt. Maar dat noem ik dus even deelduidelijk, de objectieve, telbare, meetbare werkelijkheid. En je hebt de werkelijkheid die je niet kan meten, niet kan tellen. En die werkelijkheid, dat is God. Dat is de koning die het koninkrijk is. Dat is de werkgever en de baan. Dat is alles. En die wil niet dat wij een beeld maken
en daarvoor gaan knielen. En dan denken dat dat beeld ons, dat beeld de koning is die het koninkrijk is. Daar heeft hij de pest aan. Daar kan hij zwaar van over de zijk raken. En daarom heeft hij dat op laten schrijven. Dus tegen Mozes heeft hij als eerste gezegd van oké, zeg maar even tegen de mensen dat er maar één is. En niet meerdere. Oké, zei Mozes, nou dat heb ik begrepen. Ja, want één is er namelijk. Hè? Dus wat is er niet meetbaar en niet telbaar? Hoeveel? Nou, het antwoord is één. Want dat kan er geen twee zijn, want dat was niet telbaar. Snap je? Het is allemaal logica. Mozes heet het een dagen, als hij bij wijze van spreken, die zou computers ook in één keer begrijpen. Oké, ik snap het wel. Het is 0 of 1, geen 5 tot 20 grijs. Het is data of metadata. Oké, zei Mozes, dat snap ik. En nog andere nieuwe dingen? Kijk, dus het rijk van het niet meetbare en het niet telbare, hoeveel? Ja, dat is 1. Er kan maar 1 rijk zijn, 1 koninkrijk der hemelen en geen 2, want anders kan je het tellen en je kan niet tellen al daar. Je kan tellen op deze wereld, maar al daar niet. Punt. Dus is er maar 1 God. Nou, en wat was het tweede ding wat Mozes moest bijtelen? Het was, maak je geen beeld van iets op deze aarde, boven deze aarde, whatever, en ga er vervolgens voor lopen knielen. Dus ga niet lopen knielen voor de heilige chimpansee. Of de heilige dolfijn. Of de heilige berg. Of de heilige donderwolk. Of de heilige Maria. Of de heilige Sint-Petrus. Of noem het maar. De heilige Nimrod. De heilige Willem-Alexander. De heilige Maxima. Niet doen. Het mag toch duidelijk zijn dat die 10 geboden van Mozes, punt 1, het zijn er maar 10, en punt 2, de belangrijkste staan natuurlijk vooraan. En dan de minst belangrijke, die staat helemaal achteraan. En dat is dan niet begeren dat van wat een ander, niet begeren dat wat van een ander is. Ja, die staat als laatste. Betekent niet dat je het wel mag doen. Dat moet je ook niet doen. Dus alle 10 moet je zo houden. Maar de belangrijkste, die staan als eerste. En ik zeg je eigenlijk dat als jij de eerste 9 geboden begrijpt, dat dan die 10e, dat je denkt van ja, natuurlijk niet. Nou, die is simpel. Ja. Ja, en die katholieken, wat dus van alle tijden is, dat is het heidendom. Dat heet katholicisme. Dat zijn mensen en die zien in het geloof een business. Dat noemen ze materiële mensen. Van de materie. Bij alles wat je die mensen vertelt aan leuke dingen, denken ze gelijk van, maar daar kun je misschien wel geld mee verdienen. Nou, dat hebben ze dan ook bij geloof. Daar kun je misschien geld mee verdienen. Ja, dat is de ongelovige mens. Dat is de mens die zegt van, ja, als ik het niet kan tellen en niet kan meten, nou, dan bestaat het voor mij niet. En die mensen, ja, kijk, heden ten dagen, de mensen die dat zeggen, daarvan kan je zeggen, nou, jij bent een retard. Je bent achterlijk. Want je hebt Immanuel Kant niet begrepen. Iedereen kan Immanuel Kant zo opzoeken. De kritiek de Ruiner vernoemt, ik heb hier 2 vertalingen in mijn kast staan. Ja, je gaat mij niet vertellen dat jij ze niet kan kopen. Wat is dat nou? En joh, het is een dik boek. Ja. Sukkel. En als jij eventjes denkt te mogen beweren dat God niet bestaat, dan zeg je niet nogal wat, hè? Ik zou die mening eens even gaan funderen en even gaan controleren of je wel het recht hebt om dat te zeggen.
Maar goed, de mensen die zijn dus achterlijk. Want die gaan echt de kritiek de reine vernoemd niet lezen, punt 1. En begrijpen al helemaal niet. Want ze hebben daar te weinig hersenen voor. Ze hebben niet de rust. Ze zijn allemaal druk bezig met op YouTube te kijken naar stomme kattenfilmpjes. Of stomme kattenfilmpjes waarbij de A door een U is vervangen. En die hebben geen tijd om hun hersenen te gebruiken om iets te leren. Helaas. En dan de mensen die dus zeggen, nou, God bestaat niet, die hebben dan nog wel een gevoel van, ja, we kunnen wel met z'n allen doen alsof die bestaat. En dan maken we een beeld en dan gaan we dan eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Dan gaan we allemaal knielen voor dat beeld en dan hebben we het geloof als sociaal-cultureel samen zijn. Huh? En dat vinden ze dan wel leuk. Nou, dat is dat businessgeloof. Ja, en kerst is daar het ultieme voorbeeld van. Want het is toch zo gezellig om met z'n allen bij elkaar te komen. Ja. En daar zit het geld verdienen in. Ik zei de laatste keer dat ik eens hier kerst had gevierd. Of nou, ik had een kerstboom gekocht. En mijn dochter was de 21ste jarig en die kerstboom stond dus fijn hier in de woonkamer. En ik moet trouwens zeggen, het is de enige keer in het leven van mijn dochter dat ik een kerstboom heb gekocht. Want in die woning waar zij is opgegroeid, daar hadden we een dracena. En die had ik onder mijn hoede genomen en ik kan heel erg goed met planten overweg. Planten zijn mijn vriendjes. En die groeien altijd verschrikkelijk dankbaar. En die dracena, die was gegroeid, jongen. Dat was echt een huge ding geworden. En dan als dan de kerst kwam, dan ging ik samen met mijn dochter de dracena volhangen met kerstballen en toestanden. En een kerstboom, ja, gaat er weer. Gesodemieter, man. Maar na die scheiding hier, de kerstboom opgetuigd. Gewoon voor mijn kind. En toen zat ik hier met mijn familie hier op mijn bank. En toen zei ik dus van ja, een mooie boel is dat. Ik had 16 euro betaald voor een boompje. En dat boompje, dat kwam zo'n beetje tot aan mijn middenrif. Dus dat zal geweest zijn 1,20 meter of zo. Gewoon een klein boompje. 16 euro. Ja, in guldens uitgedrukt staat daar dus een boompje van, even rekenen hoor, 19 gulden. Ja, toch? Nee, wacht even. Nee, dat zeg ik fout. Het is 16 keer 2,2. Dus 16 keer 2 is 32 gulden. Plus 3 gulden 20. Dus 35 gulden. Een boompje van 35 gulden. Ja, terwijl wij weten dat in de tijd van de gulden kostte een kerstboom een tientje. Had je een leuk boompie. Ja, en dan werd mijn moeder hartstikke boos. Ja, je moet niet in guldens denken, want je moet in euro's denken. Ja, mijn moeder kan niet zo goed rekenen. Dan zei ik dus tegen haar van ja, het gaat er niet om of ik. Nee, ik zei tegen haar, ik druk euro's uit in guldens, want er is afgesproken dat 1 gulden was 2,2 euro. Dus euro's en guldens, die hebben een onderlinge relatie. Net als inches en centimeters. Ah, dat maakt dus niet uit of dat ik zeg iets is 20 inch, of dat ik zeg het is ruim 40 centimeter. Dat is hetzelfde. En toen zei mijn moeder heel boos. Nou zeg, je zit te doen alsof ik heel dom ben. Nee, ze zei, jij zegt dus dat ik heel dom ben. Waarop ik dacht van, nou nee, dat zei ik niet. Maar je doet wel heel dom. Maar ik zei het niet. Ja, iemand doet heel dom, maar ik zeg het niet. Ik ga niet tegen met al die visite zeggen, mam, je doet dom. Tuurlijk niet. Ik hou het beleefd. Alleen zij kwam waarschijnlijk zelf tot ontdekking van, oh, ben ik dom bezig.
Ja, natuurlijk heeft Perry gelijk. Ja, dat laatste, daar heeft ze echt grote moeite mee. Die combinatie in één zin van Perry en het woord gelijk, dat irriteert haar in hoge mate. Ik zou niet weten waarom, maar dat is nu een keer zo. Was altijd zo. Ik wil maar zeggen, daar wordt dus lekker geld aan verdiend, hè, aan zo'n kerstboom. Dat is de business van het geloof. En dat niet alleen, hoor. De paus, de leider van de katholieken. Oogenschijnlijk dan, maar... Kijk, momenteel is de leider een jezuïet. En de jezuïeten binnen de katholieke kerk... die vormen een monolithisch geheel. Dat is een organisatie uit één blok. En die mensen die worden afgetraind in kadavergehoorzaamheid... Dat is heel eng. Dus als een jezuïet op een dag een brief krijgt... en daarin staat, ga dit en dat doen. En die brief is dan afkomstig van iemand uit de organisatie op een hoger niveau. Dan gaat die jezuïet dat doen. Ook al is het niet conform de wet van het land waarin die leeft... Want jezuïeten zijn niet gehouden aan de wetten van de landen. Die zijn slechts gehouden aan hun eed. Een jezuïet die legt een eed af. En als hij hoger in de organisatie komt, dan wordt die eed ook opgeschroefd. En uiteindelijk op het allerhoogste niveau gaat het zover dat ze plechtig beloven dat ze zelfs zullen gaan moorden. Want het doel... heiligt het middel. Ja, nu zijn de jezuïeten de baas binnen de katholieke kerk. De paus is een van hun. En de traditioneel katholieken, die... Ja, dat is een gekakel in het kippenhok, joh, momenteel. Want die paus die we nu hebben, die is dus de deur aan het openzetten voor aliens. Dat heeft hij ook al gezegd. Wel, aliens, die kunnen zich ook laten dopen, hoor. En de humanisten, die mogen meedoen. En de homoseksuele mensen, die mogen meedoen. Dus het huwelijk tussen twee mannen. Dat wil hij, de paus, zien als gelijkwaardig als het huwelijk tussen een man en een vrouw. En het vrouwelijke priesterschap, dat wil hij ook. Nou zegt dat mij allemaal verder niks. Kijk, ik vind... dat als je seks hebt, dan heb je dat met iemand van het andere geslacht. Want anders ben je raar bezig. Dat zou ik eigenlijk een ander woord voor willen hebben. Seks, dat is voor mij iets en dat heeft te maken met een man en een vrouw. Je kan ook wel je penis in een aardappel stoppen. Zoals die jongens van, weet je ze ook alweer? You got to fight for your right to party. Weet die Amerikaanse, Joods-Amerikaanse band ook alweer? Beastie Boys. Stick your dick in a potato. Maar dat is geen seks. Seks is als je een man en een vrouw... dan krijg je kinderen van. Moet je mee oppassen. Dat noem ik seks. En als een man en een vrouw dat gaan doen of gedaan hebben... dan zijn ze getrouwd. En dan blijf je voor het leven bij elkaar... Je hebt monogame dieren, hè? Zoals zwanen, die zijn monogaam. En ik zuig dit nu even uit. Nee, dit zuig ik uit mijn duim. Maar ik denk dat het waar is wat ik zeg. Is dat een mannetje zwaan en een vrouwtje zwaan, die komen elkaar dan tegen. En dan denkt dat mannetje zwaan van, oh, dit is een vrouwtje.
En de vrouwtjes van denken van, oh, dat is een mannetje. En dan gaan ze een beetje bij elkaar in de buurt zwemmen. Zo van, nou, en weet jij een beetje waar de lekkere dingetjes groeien en zo. En dan gaan ze samen eten. Ja, dat is erg belangrijk als ritueel. Samen eten of zo. En dan gaan ze samen de nacht doorbrengen. In de zin, nou, waar ga jij slapen? Nou, ik ga hier slapen. Nou, dan ga ik ook hier slapen. En dan worden ze 's morgens samen wakker. En dan gaan ze een beetje weer in de rondte varen. En weer samen een hapje eten. Zo. Nou, en dan komt de tijd eraan dat het... wanneer hebben zwanen seks? Zo, ik denk iets van maart of zo. Hè? En dan gaan ze seks hebben. Nou, en dan hebben ze seks gehad. Ja, dan heeft dat vrouwtje dus een enorm probleem. Want die gaat dan zo dadelijk die eieren leggen. En die eieren moeten gelegd worden in een... Ja, in een nest natuurlijk. En waar is dat nest? Ja, daar moeten zwanen zelf voor zorgen. Dus dan moet er een nest gebouwd worden. Ja, dat doen ze dan met z'n tweeën natuurlijk. En dan... Die eieren die moeten warm gehouden worden. En... Dat kan dus niet 8 uur per dag de eieren warm houden. Waar ik wel een beetje week je vrije tijd hebben. Want ja, ik als vrouwtje zwaan, ik wil toch een beetje mezelf kunnen ontwikkelen en zo. En dat zit er allemaal niet bij. Je moet de godganse tijd met je hele gewicht op die eieren zitten om die eieren warm te houden. Want anders gaan ze dood. Die vrucht die in die eieren zit, gaat dood van de kou. Die moet warm gehouden worden. En in principe hebben die vrouwen, die zwaantjesvrouwen, daar ook niet zo moeite mee. Want ja, ze hebben geen baan. Hè? Maar ze moeten wel eten. Dus ja, af en toe moeten ze toch van de eieren af om te gaan eten. Ja, wie gaat er dan op de eieren zitten? En los van het feit, er zijn nogal wat andere diertjes in de omgeving. Zoals ratten. En ja, ik weet niet of ratten dan in dit geval dan gevaarlijk zijn voor de eieren. Maar er zijn nogal wat dieren die roven graag eieren. En die eten dan die eieren op. Dus er moet iemand bij het nest blijven. Nou, dat is dan dat mannetje. En dan gaat het mannetje op de eieren zitten. En die maken ook helemaal geen ruzie. Er is helemaal geen feminisme onder die zwanen of zo. En ik moet het vaakst onder de eieren. Ja, waarom jij? Nou, jij moet nou eens op de eieren gaan zitten hoor. Nee, helemaal niet, man. Nee. Die zwanen die accepteren dat. Nou, wij willen kinderen. Nou, dat gaan we samen doen. En dan is dat 1 jaar goed gegaan. En nou, niet alle kinderen redden het natuurlijk. Maar nou, dan zijn de kinderen lekker de deur uit. In die zin, die gaan dan ergens anders naartoe en gaan ze daar een nest maken. En het jaar erop weer hetzelfde. En zwanen blijven bij elkaar net zolang dat er eentje doodgaat. En dan is diegene die overgebleven is, ja, die gaat daarna dan dood. Hè? Nou, en de mens zou het precies zo moeten doen. Ja, onder de bonobo's, dus die apensoort, die leven in groepen. En ja, daar heb je in zo'n groep heb je dan een heerseraap. Dus ja, een maatschappij, dat zou jij als mens niet willen hoor. Dan is er 1 aap is de baas. Man, dat is een regelrechte tiran. Die is alleen maar de baas omdat hij ja, ongelooflijk dominant is. En hij is de baas, want als we niet doen alsof dat hij de baas is, dan wordt hij hartstikke boos en dan gaat hij andere apen bijten. En nou, daar worden we niet blij van. Dus hij is maar de baas. Dat zijn de bonobo's. Hè? Al die mensen die zo graag van de apen af willen stammen, die heb ik nog nooit horen uitspreken. Bijvoorbeeld ook, hè, over duidelijk zijn. Ja, stam je nou van de bonobo's af of van de chimpansees? Want over chimpansees kan ik je ook verhalen vertellen. Dat zijn kannibalen. Chimpansees eten graag chimpansee, wist je dat? Oh, zo lekker. Anyway, onder bonobo's, dat is bekend. Die vrouwtjes, die... Jongen. Een beetje bonobo, die... ja, die neukt. Een dag niet geneukt is een dag niet geleefd. Dus het gaat puur om de seks bij de bonobo's.
En dan zien we dat onder onze samenlevingen ook, hoor, van die bonobo-achtige samenlevingen. Griekenland is het denk ik ook. Dus een, wat ze dan noemen de bakermat van de democratie. Belachelijk. Griekenland was ook Babylon, by the way. Ja, Babylon is vanuit Babylon begonnen. Het was de eerste grote stad. En dat beginsel van de mens, dat is de materiële mens. En de materiële mens die, ja, die denkt niet verder dan zijn neus lang is. En die blijft dus steken in de materie. Die blijft zich de materie bestuderen en de materie daarmee vereren. Nou, aan welk materieel object is nou het meest dominante van alle materiële objecten behalve de aarde zelf? Nou, dat is de zon. De maan telt ook mee. Je hebt ook maansgodverering. Maar de zon, godverering, dat is de andere. Dus even samenvattend, de Bijbel, dat is dan het woord van het geloof. En los daarvan heb je alleen maar heidendom. En het heidendom is zich al heel lang aan het formeren. Dat wil een wereldorganisatie opzetten. Dat is hartstikke goed gelukt. Hè? De Verenigde Naties is van Hully. En de NATO en het Warschau-pact en noem het maar op. Nee, de NATO en het Warschau-pact, dat zijn opponenten. Nee. Het is gewoon hetzelfde. Vroeger had je twee merken versterkers bijvoorbeeld. Audioversterkers voor in de woonkamer. En de ene die heette Philips en de andere die heette Aristona. Er waren twee merken. Maar als je ze openschroefde, dan zat er dezelfde chiptoestanden in. Het was precies hetzelfde. Alleen het merk was anders. Ik heb ook een camera gekocht van Leica. En een vriend van mij die had een camera gekocht van Lumix. En we hielden die twee camera's naast elkaar. En we moesten constateren dat dat... Ja, er waren verschillen. Echt, er waren verschillen. De overeenkomsten die waren zo sterk dat wij moesten concluderen dat, ja, in de basis waren ze hetzelfde. Maar aan de buitenkant wat anders. Dat is het Warschau-pact en de NATO. Dus in de basis is het hetzelfde. En staan ze dus onder één generaal. En die generaal die zit met zijn bips in de Eau de Cologne in Rome. Het is van hem allemaal. Van de Babyloniërs. Van de zonnegodverering. Dus vandaar ook dat wij hier in Nederland, nou eigenlijk gewoon in Amerika ook, wereldwijd werken wij niet op zondag. Op zondag horen wij de dag van rust te hebben. En waarom op zondag? In de Bijbel wordt gesproken van de Sabbat. En de Sabbat correspondeert met het moment van zonsondergang op vrijdag tot en met... Nee, ja, zonsondergang op vrijdag tot en met zonsondergang op zaterdag. Zaterdag heet in het Italiaans en Portugees of zo heet het ook Sabadeo. Het is de Sabbat. Maar wij zijn dan gedwongen. Wij worden gedwongen om op zondag, dan mag er van alles niet. Dat is Babylon. Daarmee weten wij dat wij dus geregeerd worden door zonnevereerders. Er is zo'n film van Indiana Jones. Daar wordt veel verteld over die zonnevereerders. Oh, er is ook die film van die katholiek, hoe heet die, Mel Gibson. Apocalypto. Het is best een mooie film. Ik heb hem samen met mijn dochter gezien. Terwijl ik toch natuurlijk probeerde om haar kinderziel een beetje te beschermen. En aan de andere kant wilde ik wel dat ze genoeg kennis zou nemen. En dat ze niet dat soort films gaat kijken zonder dat ik erbij ben. Dan kan je ook wat leren over die zonnevereering.
Die film Apocalypto, bekijk hem maar. Van mij mag het. Mooie natuurbeelden. Dat zonder meer. Acteerwerk stelt helemaal niks voor. Maar wel een hoop actie, een hoop emotie. En je leert hoe dat zonneveringsgebeuren in elkaar zit. En je leert dus wat over de aard van ons bestaan hier. Nou, ik vond het wel een mooie kerstuitzending. Dus over de aspecten van de zonneverering. Want daar komt het op neer. Hè. Dit is de winterzonnestilstand die wij nu vieren. Nou, ik niet. Dus, ja. Ik heb helemaal geen moeite met de winterzonnestilstand te vieren als dusdanig. Dat vind ik best. Ik vind het ook prima om de zomerzonnestilstand te vieren. En ik vind het ook uitstekend om de lente-equinox te vieren en de herfst-equinox. Vier keer per jaar gaan we met z'n allen wat leuks doen. En wat we dan vieren is het begin van de winter, het begin van het voorjaar, het begin van de zomer en het begin van de herfst. Vier dat dan. Dan vier je de vier seizoenen. Ja, waarom niet? En hoe je dat viert, nou, dat moet iedereen maar voor zichzelf weten. Dat is ook, ik moet even niezen. Rudolf Steiner heeft het ook voorgesteld. Zou het best tof zijn om vier keer per jaar gewoon lekker te vieren. En hoe je dat viert, dat moeten mensen maar zelf weten. Iedere cultuur kan zelf verzinnen wat ze willen doen om de eerste dag van het voorjaar te vieren. De dag dat de dagen steeds sneller. De dag dat de dagen het snelst langer worden. Want in midzomer, 21 juni, het begin van de zomer, ja, dan is de ene dag net zo lang als de andere dag. Dan worden de dagen niet meer langer. De tempo waarin ze langer worden is dan nul. En daarom heet het ook de zomerzonnestilstand. Maar dan staat de zomer voor de deur en wat ga je dan vieren? En in de herfst staat de herfst voor de deur, wat ga je dan vieren? En ieder dorp, iedere buurt kan dat zelf inkleuren. Zo simpel, zo menselijk. Ja, vier dat. Maar gisteravond stonden ze weer de klokken te luiden bij die katholiek Babylonische kerk. En een herrie, man. En het ging maar door. Een half uur lang gebeier. Nee. Maar ik ben lekker vrij en ik ga lekker computer programmeren vandaag. En dit ding zo snel mogelijk uploaden. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie tjus. En dag lieverds, kinderen van God.